We bevinden ons op het terrein van het ministerie van LVV, te Wanica, en wel aan de Lelydorperweg. Wat is hier gaande? De minister van LVV, Lekram Soerjan, gaat het startsein geven voor het planten van 100.000 citrusplantjes. En de bedoeling van dit project is dat er een bijdrage geleverd zal worden aan de voedselvoorziening van ons land. U zag mij zojuist bezig zijn met een bakje met planten. Het gaat hier om de Cleopatra plant. Vanuit deze plant wordt er geoculeerd. En na dat proces dan kan er gekozen worden voor een sinaasplant of voor een grapefruitplant. Zo geweldig zijn de mensen van het ministerie van LVV. Kijkt u mee naar het volgende verslag. We hebben het startsein gegeven om 100.000 plantjes. Dat is naast de reguliere hoeveelheid die wordt geproduceerd op de verschillende locaties aan vruchtbomen. Maar voornamelijk citrusplantjes. Maar dan praten we ook over plantjes als die van Maya, Goyave en andere vruchten. Om tegen het eind van het jaar 100.000 plantjes te hebben geproduceerd extra. Daarvoor is het startsein gegeven en ik wil benadrukken dat wij alle LVV-kantoren, resortkantoren, zullen betrekken. Dus vanaf Nikeri tot en met Albina zullen we alle kantoren over het gehele land betrekken, zodat zij ook op hun respectieve kantoren overgaan tot het vermeerderen van die plantjes, citrus en andere vruchtbomen. Zoals ik zei, het is bijvoorbeeld Maya, Goyave, Zuurzak. De bomen die we gangbaar natuurlijk gebruiken, de vruchtbomen, die zullen we vermeerderen. 100.000 extra is, zoals we zullen weten, niet voldoende. Als we willen zeggen van hey, wij willen toonaangevend worden wat de productie van vruchten betreft en de producten die daaruit voortvloeien, zoals sappen en andere zaken. Maar het is een startsein en ik hoop met deze activiteit, de vermeerdering dus tegen eind van het jaar van 100.000, deels te hebben kunnen voorzien in die behoeften. Maar ook capaciteit te hebben opgebouwd binnen het ministerie en ook daarbuiten. Zodat wij in het volgend jaar kunnen praten over 200.000 en meer. Wij moeten naar een situatie gaan waarbij we eigenlijk verzadigd raken. En degene landbouwers die zeggen van, of investeerders, ik wil een bedrijf opzetten met 60, 70, 100.000 plantjes, dan moeten we kunnen aangeven wij hebben onze eigen capaciteit opgebouwd om over te gaan tot die productie. Met die voedselvoorziening wel, want wij zijn zelfvoorzienend. Als we importen zouden stopzetten van voedsel en voedselproducten, dan zouden we op een paar punten, ik denk bijvoorbeeld aan kip, zouden we schaarste hebben. Maar de potentie is er om zelfvoorzienend te zijn. En wij zijn in grote mate zelfvoorzienend. Waarmee ik niet tevreden ben, is als ik kijk naar de handelsbalans. Die agrarische balans. Hoeveel importeren we en hoeveel exporteren we? Wij importeren, als ik dat zo ruwweg mag uitdrukken, zeg maar voor rond de $300 miljoen aan agrarische producten. We exporteren voor de helft van het bedrag, 150 ongeveer. Dan ziet u dat het niet gezond is. Wij moeten werken richting een echte balans. En zelfs een situatie waarbij we minder importeren en meer exporteren. En ik denk dat dit soort projecten een bijdrage kunnen leveren als we willen gaan naar die situatie waarbij we meer exporteren en minder importeren. Nu is het meer import, minder export. Maar natuurlijk begint het bij plantmateriaal. Maar ook investeerders. Je moet ondernemers hebben die zeggen van ik wil in die agrarische sector gaan. En daar realiseer ik me dat niet alles binnen die agrarische sector nog in place is. De randvoorwaarden, de productievoorwaarden. Wij gaan moeten werken
Maar gezamenlijk. Het is niet alleen een strijd die het ministerie moet leveren. Wij moeten per sector gezamenlijk als collectief optrekken. Om de problemen die er zijn, de uitdagingen die er zijn, aan te pakken. En dan ben ik overtuigd dat het wel gaat lukken. Ik zal natuurlijk al die resorten aandoen. Ik heb al een oriëntatiebezoek gebracht. Ik zal ze allemaal weer aandoen met betrekking tot dit project specifiek. Maar natuurlijk ook andere zaken. Het is zo dat ons netwerk, het onderdirectoraat landbouw, ondersteund door andere onderdirectoraten. En met de bestaande structuur we al de resorten aan het werk zullen zetten. Dus als ik nu over een maand naar een resort ga, wil ik resultaten zien dat we aan het werk zijn. Dat is de bedoeling. Het is niet de bedoeling dat ik het startsein zal geven overal. Hier is het startsein gegeven. Het onderdirectoraat is op de hoogte, de structuren, de resortkantoren zijn op de hoogte gesteld. Wij zullen middelen vrijmaken om de benodigdheden aan te schaffen. En als ik over een maand een ronde maak, wil ik resultaten zien. Dus eigenlijk na mijn studie, denk ik, want in die periode krijg je praktijk, is het na jaren dus dat ik weer inderdaad hier heb mogen oculeren en enten. Het is natuurlijk, het geeft een goed gevoel om met planten, dieren om te gaan. Ik heb dat in het verleden, tijdens mijn jonge jaren, dat gedaan. Met dieren, planten. Dus het geeft een goed gevoel. En ik denk dat het inderdaad zo is dat ik verder wil gaan. Ik heb 2 weken voorbereid en het is niet alleen maar hier is de lounge, maar we zijn landelijk bezig waarbij wij alvast 10.000 plantjes gaan inzetten in verschillende resorten, zoals regio Oost en regio Midden. En volgende week, komende weken gaan we naar regio West om daar ook een plan op te zetten, waarbij binnen een jaar 100.000 vruchtbomen te kunnen maken. Het gaat meer om 80.000 citrusplantjes en die 20.000 verschillende vruchtbomen, zoals manjes, advocaat, zuurzak en zo. Onder citrus wat verstaan, je hebt sinaasappel, je hebt grapefruit, je hebt tanjalo, je hebt mandarijn, je hebt vooral lemmetje ook. We beginnen met dichtbij 2000. Dit is de lans, maar er zijn andere districten die eigenlijk ook 2000 maken, een totaal van 10.000. Dat is we praten over LVV, we hebben districten, je hebt resorten. Regio Midden zelf bestaat uit 6 resorten, waarbij al de resorten die aanmaakt worden gemaakt. Het is een vraag wanneer we beginnen met voedselzuur, vruchten. Dat moeten we, dat het eigenlijk de doel is eigenlijk meer mensen die weer het groot in het planten, dan kunnen ze altijd plantjes van ons beschikken. Natuurlijk met een kleine bijdrage om die kostprijs eigenlijk te kunnen krijgen. Dus tenminste die kostprijs. Zeker vooral droogte, we hebben waterpompen. En die ziekte, het hangt af van wat voor ziekte, dat gaan we bestrijden. Maar het is zo dat het ministerie eigenlijk meer in die biologische middelen gaat. Dus biologisch, natuurlijk, we gaan eerst biologisch, als het hardnettig is, dan kunnen we pas overstappen in chemisch. Maar chemisch praten we niet zeer. We doen uitsluitend biologisch. Het gaat nog vruchten, want nu is het aanmaakt, geoculeerd. Dan na 10 maanden, dat is het plant al. Dus na 6 maanden wordt het geoculeerd. En dan na die 3 maanden, dat is het al voorwaardig. En zeker binnen 10 tot 11 maanden kunnen we die plantjes al. Maar natuurlijk, de bemesting van de plant speelt ook een rol. Ja. En voor zo'n plant gemiddeld 2-3 jaar, dan krijgen we al behoorlijk vruchten.